Goedendag, kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. We beginnen met de weerkaart van vanmiddag. We zien een Azoren-hoogdrukgebied liggen, mooi ten westen van Portugal. En een tweede hoogdrukgebied begint een kern te ontwikkelen boven Scandinavië. En die twee hoogdrukgebieden die gaan met elkaar een verbinding maken, en dat zorgt ervoor dat regengebieden ons niet gaan bereiken. Het is daardoor slecht weer de komende dagen in Italië en Griekenland en natuurlijk op de oceaan. Nou, als je de boel in beweging zet en ik laat die haartjes staan, dan kun je mooi zien hoe de boel langzaam gaat verschuiven. Je ziet echt een hoge drukas ontstaan van Finland via Denemarken naar het westen van Portugal en dat blokkeert eigenlijk alles. Alle lage drukgebieden vanaf de Atlantische Oceaan worden gedwongen om af te buigen naar IJsland, dat kunnen we ons niet bereiken en vandaar dat we standvastig droog weer hebben. En daarbij ook behoorlijk wat zonneschijn. De wind waait wel nog steeds uit een oostelijke richting. Dat is een koude hoek, relatief gezien dan. Want als de wind nu uit het zuiden zou hebben gewaaid, dan zouden we met deze zonneschijn nog veel hogere temperaturen hebben gehad. En zoals gezegd, heel slecht weer in uh, Italië en in uh, Griekenland. En daarbij kan het daar ook onweren, maar vooral ook hard regenen. Voor het weer bij ons betekent dat, dat we vanavond vanuit Duitsland wel wat wolkenvelden zullen zien euh, binnendrijven. Die zaten vanmiddag al af en toe in het noordoosten. Daar de laagste temperaturen 6 graden, terwijl het in het zuiden 10 graden werd. Nou, vanavond dus geleidelijk wat meer bewolking vanuit het oosten en dan is het halverwege de avond een graad of 5. In de nacht tijdens opklaringen temperaturen rond of iets onder het vriespunt, en als het wolkendek weer even gesloten is, dan zie je de temperatuur weer iets oplopen tot net boven het vriespunt. De aangevoerde lucht is droog, dus de kans op gladheid is minimaal. Kijken we dan naar het weerbeeld voor morgen, vrijdag, dan beginnen we met een mix van wolkenvelden en zon. Maar ik heb goede hoop dat in de loop van de dag de bewolking grotendeels oplost. Dus morgenmiddag flinke periode met zon. Temperaturen dan 9 graden in het noorden tot 11 in het zuiden. Alleen op een enkele plek waar de bewolking hardnekkig aanwezig blijft, daar is het veel frisser. Daar is het een graad of 6 en dan is die oostelijke wind van 3 bijvoorbeeld ook echt koud. In de zon en uit de wind is het morgen heerlijk weer. En dat geldt ook voor het weekend. Flinke periode met zon, maar ja, op een enkel plekje kan het tegenvallen wat betreft de bewolking. De wind is vrij rustig. Temperaturen: middag zo tussen de 8 en de 10 graden, en de nachten verlopen nog steeds rond het vriespunt. En ook maandag, dinsdag en woensdag houden we dit weerbeeld. En als we naar de neerslagkansen kijken voor de komende 15 dagen, dan zien we dat het echt voorlopig droog blijft. Heel misschien zondag pas de eerste regen. Het is allemaal nog heel ver weg, voorlopig dus droog weer. En de temperatuur, gisteren moest ik nog zeggen dat hij rond de 10 graden bleef. Maar we zien hier toch heel duidelijk dat de bandbreedte in ieder geval omhoog gaat naar de 15 graden. Dat is dan vanaf eind volgende week. Dus de vooruitzichten zijn goed te noemen voor iedereen die smakt, smacht na heerlijk lenteweer. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.